Het Saunatheater heeft haar deuren geopend. De plek waar de allerbeste saunameesters hun opgietingen en hartverwarmende verhalen tot leven brengen. Maar ook de plek waar achter de schermen wordt gewerkt aan een onvergetelijke ervaring voor de gasten. In de eerste aflevering heb ik jullie verteld over het concept van het Saunatheater en waar het idee vandaan komt. Vandaag neem ik een kijkje achter de schermen en ga ik op onderzoek uit hoe al die showapparatuur zoals de lampen en de boksen het niet begeven boven zo'n hete kachel en in die extreme luchtvochtigheid. Ik sta hier met Ali, de man die alle mooie plannen en ideeën om de gasten te verwennen en verrassen elke keer weer realiseert. Hoe is het nou voor jou? Super, hij staat hier. Super om hier te staan, dat het eindelijk klaar is en dat onze gasten heerlijk van kunnen gaan genieten straks. Ja. En waar komt deze mooie sauna vandaan? Nou, het hout komt allemaal uit Finland. Het hout ligt al jaren te drogen. En ze zetten hem daar dus in elkaar als een soort bouwpakket. Dus alles wordt op maat gemaakt in Finland, wordt in elkaar gezet. Vervolgens halen ze het uit elkaar en dan komen ze het hier weer opbouwen. Als een soort puzzel? Ja, als een bouwpakket. Leuk zeg. Ja. Heel mooi gemaakt dit. Zal ik je anders even rondleiden? Ja, heel graag. Ja? Leuk. Mee? Oh, ik ben benieuwd. Hey, en Ali, je vertelde net over hout dat heel lang had gedroogd. Jaren. Ja. Wat maakt dit hout zo speciaal? Nou, dat is kelo-hout. En dat is eigenlijk het beste hout wat je voor een sauna-cabine kan toepassen. En dat komt met name omdat de buitenkant heel zacht is en een hele harde kern heeft. Waardoor je eigenlijk heel fijn klimaat binnen hebt. Wauw. Nou, hier staan we dan. Wauw, dit is toch echt te gek. Fantastisch, hè? Ja, het is echt fantastisch. En wat was nou echt de grootste uitdaging van dit project? Nou ja, zoals je ziet hebben we in het midden helemaal niks. Dus geen kolommen, hè? Dus of steunpunten. Mm-hmm. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat je, ja, dat je helemaal vrije ruimte hebt binnen. Ja, dan kan iedereen overal van de performance Precies. genieten. Ja, heb je gewoon vrij zicht op de show en alles wat erbij hoort. Ja, en ik denk bij deze tijd kan ik me ook voorstellen dat duurzaamheid ook iets is waar je iets mee wilt doen. Uiteraard. Hoe hebben jullie dat bij deze sauna kunnen doen? Nou, wat mooi aan deze cabine is, we hebben hier overal vloerkoeling. Dus de trappen, bordessen en de vloer. En dat zorgt ervoor dat je natuurlijk je voeten koel blijven en niet verbranden. Maar een mooie bijkomstigheid is dat wij de warmte hieruit onttrekken. En dat brengen we eigenlijk weer terug in de saunacabine. Dus de warmte gaan we eigenlijk hergebruiken. Wat goed. Super, hoe denk hè? Je dit? Dat is echt super. Ja. Wat mooi. Hey, en ik zie je lampen, ik zie een scherm, ik zie boksen. Hoe zit dat met al die apparatuur? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou je willen adviseren om naar Michel te gaan. Die weet er alles van. Oké, ga ik dat doen. Dankjewel, Ali. Alsjeblieft. Al het apparatuur in de saunacabine dat moet worden aangestuurd, dat doet Michel. Ja. En Michel is ook heel erg betrokken geweest bij de opbouw van het saunatheater bij Therme Soesterberg en Therme Berendonk. En daarom natuurlijk ook bij Therme Buslo. Klopt. Wat een apparatuur, Michel. Mooi, hè? Het lijkt wel een beetje een meldkamer. Ja, dat is het niet. Nee. Het is echt een regiekamer. Vanuit hier sturen we alle apparatuur aan in de cabine. Ja, en hoe versterkt de techniek nou zo'n showopgieting? Als alles klopt. Dus beeld, geluid, licht. Als het allemaal samenkomt, dan hebben we een perfecte show. Hey, en jij loopt hier met een iPad? Ja, ik loop hier met een iPad. Deze iPad is verbonden met de techniekruimte. Dus wat we geprogrammeerd hebben, dat kunnen ze live starten hier. En al de lampen, hoe gaat dat dan met die hitte? Alle apparatuur, alle lampen die wij in de bakken hebben, die worden allemaal gekoeld. En die worden gekoeld gewoon vanuit een heel groot systeem dat we hier achter hebben. En de andere lampjes, die worden speciaal geprepareerd om de hitte te kunnen weerstaan. Wauw. En de boksen dan? De boksen liggen onder de bank. Daar liggen de subwoofers. We hebben er 3. En daar hebben we speakers, en speciale speakers, die de hitte aankunnen. En we hebben ook nog 4 speakers in de kachel zelf. Maar hoe kunnen die dan tegen die hitte? Ja, die zijn er speciaal voor gemaakt. Ja, je moet het allemaal maar weten. Ja. Hey, mag ik een klein stukje zien? Ja, ik ben heel tuurlijk. Benieuwd. Ga lekker zitten. Ja, dat doe ik. Thank you.
280 years after Christ, in a world where dragons and mythical creatures still exist, wauw. Yes, wat te gek. Ja. Dankjewel voor dit mooie voorgoed. Graag gedaan. En het laatste element voor de show is natuurlijk de saunameester. En ik heb het voor elkaar gekregen om mee te mogen lopen met Nederlands kampioen Laura. En die ga ik het hem van het lijf vragen over alles wat erbij komt kijken. En dat zie je in de volgende aflevering. Tot ziens!